Dit is de VNG Praat Mee, podcast voor gemeenten. Welkom bij een nieuwe podcast VNG Praat Mee. Deze week gaan we het hebben over het onderwerp digitale toegankelijkheid. En dat doe ik met Boas Adank, wethouder uit Breda. Daar verantwoordelijk voor economische en sociale zaken en ook dus voor digitale toegankelijkheid. En de luisteraars kennen misschien ook als de voorzitter van de taskforce economisch herstel vanuit de VNG. We zitten hier in het mooie Barendrecht ook met wethouder Resma Robram, wethouder onder andere op het terrein van inclusie, ook bezig druk bezig met digitale toegankelijkheid en vanuit de VNG ook nauw betrokken geweest toen in de coronatijd om ook de aandacht voor jeugdigen te behouden. Nou, leuk dat we hier zo zitten. Uh, digitale toegankelijkheid, laten we met de uh, gastvrouw beginnen hier in Barendrecht. Waarom is digitale toegankelijkheid zo belangrijk uh, voor jou als wethouder? Nou ja, je ziet dat de samenleving uh, hier buiten verandert. Dus we zijn veel meer bezig, vooral de jeugd, uh, met de, de digitalisering. Uh, en vaak gaat die samenleving veel sneller uh, dan wij als overheid. Dat betekent dus dat we hier echt werk van moeten maken. Uh, en ervoor moeten zorgen dat die toegankelijkheid er voor iedereen is. Dus dat is een uh, hele belangrijke ontwikkeling: meegaan met die samenleving. Uh, maar ook ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. En dan is digitale toegankelijkheid een voorwaarde. Ik denk dat uh, de wethouder Breda dat kan beamen. Ja, digitalisering, dat, dat helpt. Hè? Je kan heel makkelijk kan je ons benaderen, je kan dingen vinden. Maar niet iedereen heeft hetzelfde niveau van toegankelijkheid of digitalisering. Uh, mijn zoon van zes gaat er echt anders mee om uh, dan mijn uh, oma uh, daarmee omgaat. Die heeft een andere behoefte. Nou, en je moet ervoor zorgen dat we zijn er voor de hele samenleving dat je voor iedereen uh, ja, op het juiste niveau uh, ja, hun dingen aanbiedt. Ja, we zijn er voor de samenleving als uh, gemeente, voor inwoners. Is dat ook de visie op digitalisering? Van kijk voor wie je het doet. Ja, ik ben. Uh, ik kijk altijd met een blik van voor wie doen we het en uh, sluit het aan op onze uh, met name kwetsbare doelgroepen. En dan heb ik het over jeugdigen, maar ook uh, senioren, met name wat oudere mensen, voor wie het wat lastiger is om ook mee te gaan in die digitalisering. Overigens ken ik ook heel veel ouderen die heel goed omgaan met de iPad, dus uh, die zijn er ook. Uh, maar dat zit hem niet alleen in de toegankelijkheid van uh, hoe uh, zorg je ervoor dat je producten en diensten digitaal uh, aanbiedt, maar ook hoe verwoord je het. Lage is bijvoorbeeld een hele uh, belangrijke aandachtspunt voor gemeenten. Nou, ik kijk vanuit dat opz opzicht kijk ik ook echt wel naar mijn stukken en hoe we dingen gaan vormgeven. Ja, en dan moet de gemeente ook aan allerlei ja, eisen uh, voldoen. Je ja. hebt een VN-verdrag handicap. Hoe verhoudt digitalisering uh, zich tot dat uh, onderwerp, uh, Bas? Ja, je ziet dat dat wel echt een, een discussiepunt is. Uh, de ene ziet het als een last, de ander ziet het als een lust. En ik denk dat. dat... Je zoekt daar de middenweg in. We hebben een aantal jaar geleden zijn wij naar een uh, toptaken-site gegaan. Uh, die wij uh, op het hoogste niveau toegankelijk uh, wilden maken. Uh, nou, dat heeft best wel wat kruim gekost. Uh, maar dat betekent ook dat ik afscheid heb moeten nemen van een aantal. Uh, ja, Subsites van een aantal dingen die we wel aanboden. Nou, daar hebben we wel alternatieven voor gevonden. Want er zijn ook gewoon mensen die onderzoeken willen hebben in PDF of in Excel. Ja, daar hebben we dus op een andere manier ontsloten. Dus we hebben heel duidelijk onderscheid gemaakt in wat is echt voor die samenleving op het hoogst mogelijke niveau toegankelijk en wat mag op een ander toegankelijkheidsniveau voor een specifiekere doelgroep op een andere manier ontsloten worden. En daar hebben we een heel duidelijke keuze in gemaakt. Is dat in het baanrecht hetzelfde? Want ik kan me voorstellen, je hebt inwoners, maar je hebt bijvoorbeeld ook inwoners uh, en raadsleden die een, een, een raadsvergadering willen terugkijken, zien uh, dat je daar verschil in ziet. We zijn ermee bezig, maar we zijn er nog lang niet. Uh, dat begint bijvoorbeeld al bij ondertiteling. Uh, dat begint uh, bij hoe uh, bied je het aan? Hoe bereik je je inwoners? Is het alleen uh, digitale toegankelijkheid vanuit een website of vanuit het gemeentehuis? Of moet je veel meer in die samenleving via de bibliotheek of andere maatschappelijke gebouwen uh, aanbieden? Dus we zijn er nog lang niet. Uh, wij moeten nog onze lokale inclusieagenda uh, vaststellen, dus we zijn er volop mee bezig uh, en dat doen we in samenspraak uh, met onze werkgroep vanuit de Wemo Adviesraad. En daar proberen we dus uh, vorm aan te geven. Maar het belangrijkste is betrek ervaringsdeskundigen erbij, want die kijken toch op een andere manier naar de zaken dan wij dat uh, vanuit het gemeentehuis doen. Is dat ook een bestuurlijke rol die jullie voor jezelf uh, zien, dat een beetje dat, dat, die aanjaagfunctie? Ja, zeker. Ik denk dat uh, als, als, als je het zelf niet het goede voorbeeld geeft als gemeente, uh, wat verwachten we dan van anderen? En je sprak net over het VN-verdrag uh, VN uh, om, om mensen met een beperking mee te kunnen laten doen. Ja, dat is nog echt wel een aandachtspunt en daarom vind ik het belangrijk dat wij als gemeente hier werk van gaan maken. En dan gaat het niet alleen om digitale toegankelijkheid van onze diensten, maar ook het mee kunnen praten op bepaalde thema's die spelen binnen de gemeente. Kijk nou bijvoorbeeld naar ruimtelijke ontwikkelingen. Als je het hebt over toegankelijkheid, is daar juist uh, inclusie ongelooflijk belangrijk. Ik sluit je daarbij aan. Uh, Bob. Ja, even, volgens mij is dit nooit klaar. Even wat die samenleving blijft veranderen. Die behoefte blijft ook behan, uh, veranderen. Je ziet dat digitalisering ook aan. Uh, ja, de inwonerkant verandert, hè. De, de, de appjes die daarbij ondersteunen uh, om een drempel over te komen, die, worden, die zijn er ook steeds meer. Uh, de, de, de telefoons die, die vergroten al letters, die kunnen al voorlezen. Uh, dus je ziet dat ook dat deel gewoon echt wel in ontwikkeling is. Dus het is niet statisch, het is iets dynamisch. Uh, en onze taak is om ervoor te zorgen dat we die aansluiting blijven zoeken met die volledige uh, samenleving. En dat we daar ni niemand eigenlijk in uitsluiten door de digitale keuzes die wij maken. En dat is een zoektocht. Uh, Want het is echt heel erg lastig om dat voor de volle 100% voor iedereen met elke handicap uh, op het hoogste niveau te doen. Daar zul je dus ook keuzes in moeten maken. Maar ons streven zou moeten zijn om voor 100% van de samenleving uh, digitaal uh, inclusief te zijn. Is dat ook een valkuil? Want ik kan me voorstellen bijvoorbeeld als voorbeeld de Corona-app. Die, uh, die is heel snel ingevoerd. Uh, ook een beetje met het idee van nou, iedereen kan wel zo'n app uh, aanmaken. Dus de wens om alles maar te digitaliseren. Uh, ja, Zorgt er ook voor dat misschien groepen uh, die niet zo digitaal vaardig zijn buiten de boot vallen? Nou ja, daarom is het belangrijk Kijk, dat het moet gebeuren, is evident, want het helpt ons. Ook die corona-check-app, er zijn verschillende uh, diensten in zeer korte tijd uh, uh, aangeboden. En nu valt er veel over te zeggen of het goed of niet werkt, maar het feit is, het is er. En wat dan van belang is, hoe neem je mensen daarin mee? Uh, en dat laatste, dat zie ik ook wel echt als taak uh, vanuit, uh, vanuit de gemeente. Hoe kunnen we. Uh, zoveel mogelijk mensen bereiken uh, door bijvoorbeeld workshops aan te bieden, door uh, te informeren, uh, door actief ook uh, de mensen, met name kwetsbare groepen, te benaderen. Uh, en zo kun je het verschil maken. Maar uh, Boaz heeft gelijk, het werk is gewoon niet af. Het is zo complex en het gaat om zoveel groepen uh, dat je echt niet alles in één keer kan aanpakken, maar stap voor stap. ...kun je ervoor zorgen dat je gemeente uh, digitaal toegankelijk is voor zoveel mogelijk groepen? Ja, de grootste valkuil is denk ik dat je verschillende systemen naast elkaar wil laten hebben. Ik heb die gesprekken ook gehad met de, in de gemeenteraad. Hè, dat we zeggen, nou, via de website kan je een formulier uh, uh, invullen. En dat er altijd iemand zegt, ja, het moet ook nog op een formulier kunnen. Ja, dat is een totaal andere manier van werken. Uh, nou, daarvan hebben we gezegd, voor een aantal gaan we dat niet meer doen. Maar als iemand niet lukt, dan kan die bij ons terechtkomen. Kan die begeleiding, kan die hulp krijgen... Uh, om dat gewoon goed te doen. Dus we hebben wel altijd een alternatief tegenover gezet. Maar het, het is niet handig om allemaal verschillende systemen naast elkaar te laten bestaan om dan maar te denken dat je volledig inclusief bent. En dat geldt ook voor die check-app. Nou, volgens mij uh, is dat een heel mooi instrument uh, die ingezet wordt om uh, te kunnen controleren of iemand getest, gevaccineerd is. Nou, volgens mij als je dat systeem kiest, moet je ook wel daarnaast zetten dat je mensen ondersteunt die dat niet kunnen uh, om daarbij te ondersteunen. Nou, daar, nu is er ook nog de papieren versie, die, die snap ik ook heel goed. Uh, want als je geen internet hebt, dan, uh, en dan werkt die app niet. Dus dan zijn we alternatieven daar echt voor nodig. Maar als er uh, geen alternatief nodig is, ja, ondersteun dan om het digitaal te gebruiken. Is dat ook een tip voor collega-wethouders? Maak ook je inwoners digitaal vaardiger? Nou, ik denk dat dat een voorwaarde is om digitaal, digitale toegankelijkheid mogelijk te maken. Dus het is juist onze taak als gemeente om ervoor te zorgen dat mensen ook uh, mee kunnen gaan uh, in die ontwikkeling van die digitale toegankelijkheid. Uh, dat is zelfs voor, voor gemeenten al een uitdaging, laat staan voor onze inwoners. Dus het is heel belangrijk uh, om hen daarin te betrekken. En nu zei ik net van: het is een uitdaging voor de samenleving. Ik wil, dat, uh, ik wil daar wel nog een kanttekening bij plaatsen. Want vaak gaat die samenleving al een stuk sneller dan wij als gemeente, dat zei ik aan het begin van dit gesprek. Dus ook aan de voorkant mensen betrekken als het gaat om digitale toegankelijkheid. Is ook een, uh, een belangrijke. Niet alleen aan de achterkant. Ja, en dan komt die ervaringsdeskundigheid van inwoners uh, uh, van pas. Hoe, hoe gaan jullie daar in Breda mee om? We wij hebben een heel webteam zitten die gewoon echt kan. Wij kunnen volgen waar op de site zitten, hoeveel kliks er uh, zijn, wat gezocht wordt. We hebben in die. Dynamische site. Dus we weten ook bepaalde periodes in het jaar dat afval. Nou, die moet eigenlijk bovenaan staan, want dan zoekt iedereen dat uh, overlastmeldingen in december. Dus we, we, we spelen met die site. En dat is gewoon interactief met, uh, met de samenleving. Dus elke klacht, opmerking, wordt weer verwerkt in, uh, in de site. En daar leren we dus ook weer van, wat we beter of anders zouden, zouden moeten doen. En de gesprekken met inwoners die ervaringsdeskundig zijn, uh, hoe gaat dat? Uh, ik heb, zit ook in sociale zaken, heb ik, uh, en daar hebben we een cliëntenraad, uh, waarbij we ook gewoon bijvoorbeeld formulieren toetsen, de vragen toetsen, uh, maar ook gewoon de webformulieren uh, toetsen. Uh, we hebben een, uh, ook een cliëntenraad als het gaat om uh, lage om te toetsen van is het is dit, we zeggen wel dat dit het bepaalde leesniveau is, maar is dat het ook? En wordt het ook zo ervaren, heeft hij ook die logica? Nou, dus we toetsen dat soort dingen wel. Maar ik, ik zie, als ik jou hoor praten al over de website en waar je allemaal rekening mee moet houden, dan denk ik ook dat je denkt van nou ja, is iedere app uh, nodig? Want dat, iedere app is weer een, een nieuwe set aan eisen. Uh, ik denk dat je vooral uh, in beeld moet blijven houden. Wat is het doel? Het doel is om uh, de samenleving te bereiken omdat je bepaalde diensten hebt uh, waar... Uh inwoners op terug kunnen vallen als ze hulp en ondersteuning... nodig hebben of als ze informatie nodig hebben. Dus het, is, het doel is niet... Uh, om, om die ga, digitale toegankelijkheid... Uh, heel groot te maken, dat dat een doel is. Het is een middel om onze inwoners te bereiken. En dat doel moet nooit vergeten worden. Want anders wordt het een, uh, kan het... Uh, een hele leuke hobby zijn. Maar uiteindelijk kan je dan wel de plank... volledig misslaan en pak je te groot aan. Het moet effectief zijn. En dat kan inderdaad een vorm zijn van... digitaal, maar ook wel papier. Of hoe kan je het beste... Uh, de mensen bereiken. Uh, en als je dat doel, uh, dus het bereiken van onze inwoners, uh, echt op nummer 1 zet, dan moet dat goed komen. Maar we moeten er wel voor waken dat we niet allerlei spannende foefjes gaan uithalen omdat het mooi is. Nee, het moet gewoon werkbaar zijn. Ja, het heeft een duidelijk doel. Ik uh, kan me ook voorstellen dat als je als gemeente met leveranciers aan tafel zit, zeg je ja, maar ja, die 80% die kan dat YouTube-filmpje wel. Volgen of is daar ook al het besef aan het ontstaan van nou, dat moet gewoon allemaal toegankelijk zijn? Nou goed, in je inkoopvoorwaarden zeg je wel de standaard, de normen, uh, wat je minimaal toegankelijk uh, uh, wil hebben. En uh, YouTube-filmpjes in het begin, of, of filmpjes in het begin, nou, was, het, was het een lastigheid, het ondertitelen. Het is inmiddels gewoon gewoon. Geworden. Uh, dus je ziet ook wel dat wij daarin leren en in, uh, in, in schuiven. Maar er zijn heel veel andere elementen die, die ook komen. Uh, en dat is in het begin een heel discussiepunt. En inmiddels is het gewoon een standaard en een norm. Dus als iemand aankomt zetten: van ja, uh, dit is zoals wij werken. Nou, dit is niet zoals wij werken. Uh, wij willen dit toegankelijk hebben. Dit is de norm en daar moet je aan voldoen. En hoe wordt daarop gereageerd door leveranciers? Is dat wisselend of snappen ze het? Nou, maar die snappen dat ook wel. Uh, en zeker ook als je aan de voorkant daar gewoon heel helder over bent, wat je norm is en waarom je dat hebt, ja zie je dat ze gewoon daarin uh, mee gaan bewegen. En natuurlijk is het voor, voor filmpjes en digitalisering echt een ander verhaal. Uh, dan dat dat voor openbare ruimteprojecten is, uh, waarin een stedenbouw uh, een aantal keuzes maakt. Hè. Dus je ziet die inclusie is veel breder. Uh, die discussie is ook veel breder dan alleen het digitale stukje. Uh, er wordt natuurlijk wel gekeken dat als het een, een, een acquisitievideo is die naar een uh, zusterstad ergens in de wereld gaat, ja, dan ga je er anders mee om uh, dan dat het een, een voorlichtingsvideo is uh, als het gaat om vaccinatie voor arbeidsmigranten. Even, dus je kijkt inderdaad wel naar het doel uh, en hoe je uh, het zo goed mogelijk bereikt. Maar er zitten wel gewoon een aantal standaarden onder die minimaal de vereisten zijn. Maar ik hoor ook als, als wethouder zeggen van nou ja dat toegankelijkheid is heel breed uh, openbare ruimte uh, video's uh, dus je bent ook continu in gesprek met je ambtenaren erover ja ja je moet wel en, 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 en nogmaals de ontwikkelingen in de samenleving gaan heel snel dus om dat bij te benen heb je voortdurend contact en natuurlijk hebben onze ambtenaren doen natuurlijk veel al in de voorbereiding maar ook als bestuurder scherp te houden van wat speelt er... welke signalen krijg ik vanuit de samenleving Klopt dat ook met waar we nu mee bezig zijn? Dat is ongelooflijk belangrijk als het gaat om digitale toegankelijkheid, omdat het een onderwerp is wat, wat steeds uh, innoveert. Er zijn heel veel innovaties, maar nogmaals, die samenleving die staat ook niet stil. Dus dat betekent dat we elkaar scherp moeten houden als het gaat om digitale toegankelijkheid. Ja, we hadden het net al over de contractenbal uh, die je sluit met leveranciers. Um, dat... Ik neem aan dat dat geen contracten zijn voor een paar maanden, dus dat is wel iets wat je heel goed moet doordenken. Ja, maar wat ik zeg, het is, het is niet statisch. Hè? Uh, het is een dynamisch geheel. Uh, nou, het het, het VN-verdrag, er zitten wel een aantal gewoon normen achter. En we hebben bij onze website heel duidelijk aangegeven, nou, dit is het minimaal vereiste als je bij ons op, uh, in de eerste... Lijn terechtkomt. Dus dat zijn ook gewoon de criteria. Uh, als je voor andere doelgroepen op websites, nou daar kunnen andere keuzes in gemaakt worden, maar de norm is wel de standaard. Uh, en dat wordt gewoon in de contracten wordt dat, uh, wordt dat meegenomen. Je ziet, uh, nou, je werkt met een aantal gewoon websiteleveranciers, uh, dat is gewoon heel helder, daar moet het aan voldoen, daar heb je hem ook echt op ingekocht. Maar uh, filmpjes worden door verschillende producenten worden die gemaakt. Nou, daar worden wel gewoon heel duidelijke afspraken aan de voorkant meegenomen en inmiddels weten ze ook uh, wat ze uh, van ons uh, kunnen verwachten. Ja, en je wordt er als wethouder misschien ook min of meer ook door gedwongen, natuurlijk door wetgeving en wet open overheid... Uh. Nou, gedwongen. Ik, ik, ik merk wel dat wij al redelijk uh, ja, dat gesprek al eerder hebben, hebben gehad. Dus een aantal dingen die gewoon in de wet staan, die nu weer ook weer naar voren komen, dat deden wij al. Nou, dat is heel erg fijn, uh, maar het triggert ons wel. Uh, want je ziet wel dat we op een aantal vlakken uh, scoren we ook niet de 100%. Nou, dan heb je het gesprek van oké, okay, maar waarom is dat dan? Uh, hebben we daar een bewuste keuze van gemaakt of is dit gewoon uh, vergeten? Nou, dus het helpt ons ook wel gewoon om scherp te blijven van doen we het goede nog steeds. Uh, de wet is voor mij niet het doel. Uh, het doel is, uh, bereik ik mijn samenleving? Uh, en uh, krijg ik de boodschap die overgebracht moet worden uh, bij die inwoner. Ja, want je hebt bijvoorbeeld ook een website toegankelijkheidsverklaring, daar worden de website op gerenkt, eigenlijk van hè, is het toegankelijk genoeg? Uh, maar ik hoor jou ook zeggen, juist, ja, maar ja, het is eigenlijk wat je net zei, het is continu. Een proces om een continue verbetering. Je bent er eigenlijk nooit. Nee, het is een continu uh, proces. Uh, je moet continu kijken, sluit het aan? Uh, moeten we daarin iets verbeteren? En ik denk dat we, uh, dat, dat gewoon um, evident is. We krijgen als gemeente steeds meer uh, taken ook. Uh, ik ben wethouder sociaal domein. Uh, dus nou ja, er komen weer een aantal uh, spannende onderwerpen richting ons toe. Dat vraagt ook wat van onze organisatie. Uh, dat is ook af en toe spannend als uh, gemeente. En tegelijkertijd moet je ook zorgen dat die diensten en die informatie... ook wel op een juiste manier bij je inwoners komt. Nou, dat is, dus er speelt heel veel. Uh, en digitale toegankelijkheid krijgt die aandacht. Maar het blijft een uitdaging om met alle taken die we hebben ook als gemeente... om dat op een goede manier vorm te geven. En hoe houden we elkaar scherp? Uh, door ook veel meer die contacten met die samenleving... Uh, te versterken uh, en steeds meer die vraag te stellen om dezelfde tijd van doen we nog de juiste dingen of moeten we uh, een en ander verbeteren of sluit dit aan uh, want die ontwikkelingen gaan snel in die samenleving maar ook wat we krijgen vanuit het rijk uh, qua taken ja, want is er genoeg urgentie op digitaal toegankelijk want wat de rest maar zegt van ja je hebt als wethouder zoveel op je bordje liggen dan kan dit er wel eens bij inschieten. Nee, ik denk wel. Je hebt natuurlijk de, 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 de gemeentes die echt vooruit lopen en zeggen: dit vinden wij zo belangrijk. we willen hier gewoon een vlaggenschip op zijn. Gemeentes die er iets meer moeite mee hebben omdat ze in de prioritering gewoon andere keuzes moeten maken. Maar je ontkomt er als overheid niet aan om hier iets mee te moeten. Uh, Want als jij gewoon uh, inwoners mist omdat je WMO-formulieren niet goed toegankelijk zijn, ja, dan, dan benadeel je je eigen inwoners. Dus je moet hier uh, echt iets mee doen. Of het nou wet is of niet, uh, als gemeente uh, moet je hier gewoon extra je best voor doen om die inwoners te bereiken uh, uh, die je anders uitsluit. Ja, dus dat is die menselijke overheid die we veel. Die veel menselijke terugholen. maat is, kijk, we moeten. Daarom zei ik ook net al: uh, het gaat uiteindelijk om het doel. En dat is het bereiken van de mensen. En in een ambtelijke organisatie en ook als lokaal bestuur uh, hebben we ongelooflijk veel uitdagingen. Uh, en daarom is het van belang dat we hier continu werk van maken. Um, maar we kunnen niet alles tegelijk. Dat gaat stap voor stap. Want uiteindelijk gaat het erom dat die inwoner, of het nou een WMO-aanvraag is, of als het gaat om een PGB, of als het gaat uh, om, om andere vormen van ondersteuning, dat die inwoner zo snel en goed mogelijk geholpen wordt. Uh, en dat is het doel. Misschien ook nog interessant om even vooruit te kijken. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Je kunt terugkijken op een periode van vier jaar misschien. Is het interessant van hoe kijk je terug op de afgelopen vier jaar? Wat heb je allemaal gedaan op het gebied van digitale als je het gewoon eens even de revue laat passeren. Nou ja, als ik kijk, ik ben wethouder jeugd, uh, dus ik heb uh, vooral uh, me gefocust uh, op die toegankelijkheid voor onze jeugdigen. En ja, daarbij is digitalisering natuurlijk ook echt een voorwaarde om die jeugd zo goed mogelijk mee te brengen. Dus daarin hebben we een hoop gedaan. Ze hebben een eigen website, ook via verschillende social uh, media kanalen kunnen ze... Uh, ons bereiken. Maar we hebben ook een werkgroep uh, als het gaat om uh, mensen met een beperking, die dus echt de straat op gaan om dingen te zien. Alleen uh, die digitale toegankelijkheid, uh, die hebben we goed op orde en die voldoet, hè, die, die voldoet ook echt aan alle regels. Alleen je merkt dat je dat steeds moet aanpassen. Uh, dus dat, het, dat er veel meer mogelijk is. En dat heeft gewoon echt tijd nodig. Maar als je mij vraagt waar ik trots op ben, is dat, dat we het op, in Baandrecht heel goed doen om ervoor te zorgen dat die digitale toegankelijkheid voor onze jeugd goed loopt. Um, en ja, de jeugd heeft wel de toekomst. Ja, want hoe gaat dat met de, met de jeugd? Want die zit allemaal op Snapchat. Uh, uh, snel, vier seconden. En dan even gechargeerd is de aandacht al. Uh, dus een, een heel andere doelgroep uh, dan de, de WMO-doelgroep bijvoorbeeld. Dat nou, is ook dezelfde doelgroep, hè? daar zitten ook jeugdigen. Uh, maar je ziet vaak dat het een combinatie is. Dus je hebt enerzijds digitale toegankelijkheid... maar je hebt ook organisaties die, die kinderen of jongeren uh, fysiek ook benaderen... en hun daarin meekrijgen. Want het is en-en. Het is niet alleen maar voor zorgen dat je, je diensten allemaal digitaal toegankelijk zijn... maar ook actief naar de samenleving toe om de juiste mensen te bereiken. Uh, zodat ze ook mee kunnen doen... Uh, en dat is nog wel af en toe uh, een lastige, want alleen maar digitaal toegankelijk zijn wil niet zeggen dat inwoners ons weten te vinden. Het gaat ook erom hoe communiceer je dat naar buiten en hoe zorg je dat je mensen daar op een goede manier in meeneemt en of je nou jong bent of, uh, of uh, wat ouder. Ja, Resma heeft heel erg mooi dat perspectief jeugd, hè. ook logisch, natuurlijk als wethouder binnen het sociaal domein. Uh, je hebt ook je blik op de, de economie. Neem je daar toegankelijkheid ook in, uh, in mee met ondernemers? Uh. Ik sluit wel aan bij wat, wat, uh, wat er gezegd wordt. dat, dat Je moet enerzijds digitaal toegankelijk zijn, gewoon het loket open, daarmee ben je er niet. Uh, mensen met een hulpvraag of een zoekvraag moeten, uh, die moet je op de goede manier weten te bereiken. En daarin gaat de wereld denk ik de komende jaren nog echt wel veel veranderen, ook met AI uh, daarbij. Uh, dus hoe kom je met, de juiste, uh, met het juiste aanbod bij de juiste persoon terecht? En of het dan gaat om uh, het bedrijf die ruimte zoekt in onze gemeente om uh, of uit te breiden of om uh, uh, een bedrijf te gaan, uh, te gaan starten. Of dat het nou gaat om een hulpvraag is in het sociaal domein. Je wil op het juiste moment als overheid zichtbaar zijn uh, bij die persoon op het niveau van de persoon die tegenover jou zit. Nou, digitalisering helpt daarbij, dat kunnen we straks veel specifieker maken. Uh, want die, die jeugd die allemaal op Snapchat zit, ja, 99% daar gaat het gewoon gelukkig goed mee. Even, daar hoef ik als gemeente helemaal niet tussen te zitten. Uh, maar op het moment dus dat hij twijfel heeft, dat hij uh, problemen heeft met, uh, met geldzorgen of twijfel heeft over zijn school uh, of dat er geweld thuis gebruikt wordt, dan wil ik dat wij als overheid, zeker omdat wij als gemeente daar als eerste partner uh, uh, echt voor aan de lat staan, wil ik dat ik zichtbaar ben op zijn timeline. Hoe doe je dat? En dat is echt wel de toekomstige vraag om dat op een goede manier te doen. Ik hoef die 100% helemaal niet te bereiken, als je maar die ene procent die ons nodig heeft ons weet te vinden. Of wij diegene weten te vinden. Ja, dat is een, dat is een mooie toekomstige uh, blik. Nog even terug naar dat, de economische uh, invalshoek. Uh, gebruik je de toegankelijkheid in je portefeuille breed of is het echt een stuk uh, waar je zegt van nou, digitaal toegankelijkheid is gewoon een focus, maar in, in economische... Uh, en met, in gesprek met ondernemers gaat het er niet zoveel over. Jawel, zeker wel. Even, uh, corona heeft ons wel geleerd dat, zeker in ons gebied uh, in West-Brabant, zien we een redelijk traditioneel MKB. Uh, wat echt wel moeite heeft met het digitaliseren. Uh, en dat is echt wel de toekomst. We zagen met corona dat zij echt in één keer hele bedrijfsprocessen anders moesten gaan doen. Want ze waren analoog, echt letterlijk nog van de ene orderbakje naar het andere orderbakje aan het doen. Uh, dat kan niet als je thuis zit. Uh, dus daar is echt een vlucht in gekomen. Dat hebben ze houtje-toutje gedaan. Uh, maar dat moet wel geholpen gaan worden om ze daarbij uh, toekomstbestendig te maken. Nou, in onze communicatie zijn we digitaal natuurlijk maximaal toegankelijk geworden. Uh, met uh, online uh, spreekuren. Uh, samen met onze burgemeester hebben wij Facebook spreekuren gehad. Uh, die echt goed uh, bekeken zijn. Nou, dat willen we er wel in gaan houden. Dus je ziet dat digitalisering in de bredere context wel gewoon uh, nu een plek heeft gekregen. We zoeken nog wel, want we vallen eigenlijk weer terug in het oude patroon. Je kan in het ondernemersspreekuur op donderdagochtend om tien uur fysiek komen. Ja, maar met die Facebook-spreekuren werden voor met name de ondernemers uh, echt heel erg goed bekeken. Ja, dus die digitalisering neem je eigenlijk in, in met al je, in al je doelgroepen? Absoluut, ja. En je ziet dat die gewoon echt wel vanuit huis even een half uurtje inloggen, meekijken, een vraag kunnen stellen, die beantwoord zien uh, en weer door. Dus dat is echt weer een andere doelgroep met een andere manier van communiceren. Ja, dat is eigenlijk ook een mooi bruggetje naar een, een blik in de, in de toekomst. Uh, Jij ja, zegt toch, het boos, het, ver, het, ver, het verandert. Um, zijn daar al visies over uh, van, van wat gaat er in de toekomst veranderen? Ik, ik, ik hoorde al artificial intelligence uh, vallen. Er ja, zijn allemaal hele, als je kijkt naar innovaties, als je kijkt naar innovatie in de zorg. Uh, zie je dat er al heel veel ontwikkelingen zijn. waarbij ook die digitale toegankelijkheid. Uh, maar ook onze digitale diensten ook een rol in kunnen spelen. Um, maar wat ik ook nog daarbij zou willen toevoegen. is dat wij, als ik kijk naar de toekomst van gemeenten. en als het gaat om de hulp en ondersteuning uh, die wij bieden. de gemeente is een vangnet als uh, inwoners het niet zelf kunnen. Uh, zie ik ook een toekomst uh, van samen? Uh, gemeente kan het niet alleen, kijk maar naar de betaalbaarheid van het sociaal domein, daar hebben we onze maatschappelijke partners nodig. En wat ik nog een uitdaging vind, is hoe gaan we ervoor zorgen, als het gaat om digitale toegankelijkheid, dat we dat niet alleen uh, als gemeente doen met onze eigen diensten. En voorzieningen die we hebben, maar dat we dat in gezamenlijkheid gaan doen met onze maatschappelijke partners. Want ook zij hebben aanbod en kunnen mensen ondersteunen. En dat vind ik misschien ook wel een mooie uitdaging voor de toekomst. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we met al het aanbod wat we in de samenleving hebben, dat we dat op een platform uh, kunnen realiseren. waarbij alle inwoners zien wat er eigenlijk in hun gemeente gaande is. Want we doen heel veel mooie dingen voor onze mensen. Uh, dat heb ik de afgelopen jaren gedaan in de vorm van allianties. Uh, allianties uh, als het gaat om jeugd, maar ook als het gaat om ouderen, waarbij verschillende partners die wat uh, konden aanbieden uh, qua ondersteuning aan één tafel zaten en daar gebeurden de mooiste dingen. Dus het gaat er ook uh, om hoe ga je die digitale toegankelijkheid verbinden aan al het moois wat we hebben in onze samenleving. Ik zag je een paar keer knikken. Ja, en ik vind dat wel een zoektocht. Wat vroeger, ik, ik, ik weet niet of je dat nog weet, maar dat je had van die startpagina's. Uh, en op die startpagina's zaten duizend websites erachter. Nou, zoveel keuze, je weet het op een gegeven moment ook gewoon niet meer. Uh, dus digitalisering kan ons wel helpen om te kanaliseren. om het juiste aanbod uh, bij de personen te krijgen die dat uh, nodig hebben. Maar ik vind het wel een opgave. Uh, want het bij elkaar brengen is één. Hoe je het gebruikt is, is twee. En uh, hoe je het levend houdt. Uh, he, want ja, het verandert precies. steeds. Ja. Het verandert ook steeds. Dus dat, dat vind ik wel iets en ik denk dat AI daar echt bij gaat, gaat helpen. Uh, dat, dat, daar zijn we op heel kleine beetjes aan het... Uh... Kun je daar voorbeelden van geven? Want dat klinkt interessant. Ja, uh, we zijn nu aan het kijken... en dat, dat zijn redelijk gestandardiseerde processen. Uh, bijvoorbeeld bij de, uh, dat noemen ze bij ons de langdurigheidstoeslag. Als je wat langer in de, in de, in de uitkering zit, dan heb je recht op een, uh, op een toeslag. Nou, dat zijn allemaal redelijk standaard parameters... van gegevens die we eigenlijk allemaal al hebben. Maar er moet wel een aanvraag gedaan worden. Nou, die behandelen nu voor een groot deel, voor 80 of 50... 85% gewoon automatisch gedigitaliseerd, dus mensen kunnen het aanvragen en die krijgen het volledig geautomatiseerd. Uh, binnen een aantal dagen wordt dat helemaal afgehandeld. Ja, de menselijke maat speelt er wel natuurlijk gewoon een, uh, een rol in, uh, dus het wordt wel nog getoetst uh, aan het einde of dat uh, door, door een persoon. Maar je wilde dat soort dingen lerend worden, dus als die persoon in zijn dossier verder geen wijzigingen heeft gehad, dan moet die automatisch die toeslag kunnen. Uh, kunnen krijgen. Nou, dat zijn dingen waar we als organisatie aan het leren zijn. Maar goed, daar komt de AVG bij kijken. Mag je zomaar dat soort dingen doen? Daar komt de privacy-wetgeving uh, ook bij kijken. Uh, daar komt ook gewoon de menselijke maat bij kijken. Dus dat zijn hele interne discussies... die we nu op e hele kleine schaal uh, nu inzetten... om ook dat gesprek met elkaar te voeren... en te leren ook van wat vinden we nou ethisch wat wel kan en wat ethisch niet kan. Ja, dat, is een, dat lijkt me een heel ingewikkelde discussie. Nou ja, zeker. AVG is... Uh, uh, ik spreek natuurlijk heel veel uh, instanties en maatschappelijke organisaties... en we lopen inderdaad vaak tegen die AVG aan. Uh, en ik hoop, en ik ben er als gemeente, zijn we daar ook mee bezig... willen we dus ook onze organisaties gaan info, uh, informeren... van hoe ga je nou met die AVG om? Want er is ook meer mogelijk dan dat we denken... Uh, en vaak wordt er geschermd van, nou ja, het kan niet vanwege AVG. Dat is voor mij als uh, bestuurder een zoektocht, uh, maar ook voor vele organisaties. Maar in het kader van die digitale toegankelijkheid is juist daarop mensen op informeren ongelooflijk belangrijk. Hoe ga je om met die AVG? En is het veilig uh, om informatie via die digitale weg ook te delen? Dus dat vind ik nog een uitdaging. Uh, en dat is ook uh, werk wat, uh, wat opgepakt moet worden en nog ja ook een continu proces uh, wat voortdurend aandacht moet krijgen. ja want hoe zien jullie dat in de toekomst die, die, die afweging tussen aan de ene kant die digitalisering geeft mogelijkheden aan de andere kant wil je die menselijke maat uh, behouden en je moet je ook nog eens uh, aan wet en regelgeving houden. dus dat is ja maar goed dat is niet nieuw hè dit, dit, als overheid heb je hier altijd mee te maken uh, met wetten kaders uh, dienstverlening uh, en het zo optimaal mogelijk organiseren uh, waarbij ik wel inderdaad zie, die AVG is een, uh, is een belangrijke discussie. Uh, maar gevoed door het wantrouwen richting de overheid, worden wij eerder op achterstand gezet dan dat wij aan dienstverlening kunnen, kunnen werken. En ik vind dat altijd heel erg jammer. Uh, want ik zit er echt heel in tegen uh, met de gedachte hoe ik het voor mijn inwoners beter kan maken. Waarbij digitalisering echt een instrument is waarbij wij dingen makkelijker toegankelijker kunnen maken. Maar omdat er uh, wetgeving is die dat misschien wel verbiedt. Uh, dat systemen niet met elkaar kunnen communiceren, ja, zal ik dus aan die inwoner vaker dezelfde vraag moeten gaan stellen? Uh, omdat er gewoon een heel hard schot tussen zit in wat ik mag delen onderling en uh, wat we niet mogen delen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke zonde. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld andere landen in Europa, die hebben een andere digitale infrastructuur. Uh, en die kunnen als overheidsinstanties met elkaar veel meer data met elkaar delen en daarbij wordt het voor je als inwoner echt een heel stuk makkelijker. Dus ik hoop dat wij in de komende periode eerder de AVG uh, misschien uh, ja, wel vanuit de borging, van dat als je privacy wil dat je hem kan krijgen, maar dat we als overheidsinstanties wel meer informatie met elkaar kunnen gaan delen. Ik heb de afgelopen weken me ook echt kritisch uitgelaten over de samenwerking met de Belastingdienst. Op dit moment in de kinderopvangtoeslagaffaire. Uh, als gemeente willen we echt naast onze inwoners staan om het vertrouwen in die overheid te herstellen. Uh, maar wij lopen ook als gemeente tegen een muur aan uh, omdat we die informatie niet met elkaar mogen delen. Dat willen we echt om die inwoner maximaal te faciliteren die echt onrecht is aangedaan. Maar dat kan niet. Nou, niks is zo frustrerender als dat. Ja, want dat vertrouwen in de overheid, ja. dat vertraagt misschien ook wel innovatie als we het puur op digitalisering hebben. Ah, ja, ik denk dus. En daarom uh, zeggen Boas en ik ook steeds. Het is een n verhaal Dus enerzijds je digitale toegankelijkheid. En hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat goed vormgeven. Maar ook dat je dit in gesprek met onze inwoners moet doen. Wat we Als ik, als ik bijvoorbeeld heb over de toeslagenaffaire, hebben wij dus uh, alle. Kwetsbaren en slachtoffers uh, hebben wij benaderd. Maar als je ziet hoeveel mensen er daadwerkelijk hulp willen van de gemeente. Ik weet niet hoe dat in Breda is. Is dat. Uh, is die. willen ze eigenlijk geen hulp? Dat betekent niet dat er geen hulpvraag is. Maar dat het vertrouwen zo laag in die overheid is. dat mensen uh, zoiets hebben van ja. Het gaat toch niet werken. Nou, daar ligt een hele grote opdracht voor gemeente. Uh, dus digitale toegankelijkheid. Gaat alleen samen op het moment als je aan de andere kant ook werkt aan die menselijke maat. Dus ook actief die samenleving benadert, mensen aan de hand neemt. Het hoeft niet altijd, maar de mensen voor wie we het doen, uh, ja, die hebben daar extra aandacht voor nodig. En de, ja, er is toch uh, heel wat gebeurd uh, in die samenleving. Ja, dat lijkt me denk ik een mooie afsluiten van deze uh, podcast de Digitaal Toegankelijk. Want ik zie hier vooral twee enthousiaste wethouders zitten die daar ja, eigenlijk de komende jaren nog mee uh, uh, aan de slag willen. Als het uh, mij gegeven is om met de verkiezingen weer hiernaar door te mogen, dan uh, ja, ben ik hier heel bevlogen over om dit op een, op een goede, innovatieve manier te doen. Uh, wat ik zei, het is niet statisch, het is dynamisch. Dus dit vraagt ook van een overheid om mee te blijven bewegen met die vragen vanuit de samenleving. Ja, volledig mee eens. Uh, ik denk dat uh, ook richting de gemeenteraadsverkiezingen er nog een hoop uh, moet gebeuren. En dat onze taak uh, nog lang niet af is. Nou, dat is een mooie afsluiter. Bedankt uh, voor dit gesprek. Alsjeblieft. Graag gedaan.